Goedenavond, beste kijkers van Omroep Groesbeek TV. Vanavond hebben wij voor u de volgende onderwerpen klaarstaan. Het resultaat van de opbrengst van de VOKK-armbandjes van Dick Wollenberg. De sleuteloverdracht door burgemeester Kereweer aan alle prinsen uit de nieuwe gemeente. Prins Nout uit Beek komt langs. De carnavalsoptocht uit Millingen. En tot slot beelden van de kinderoptocht van het Vossenhol en de Ziepen. Wij wensen u veel kijkplezier. Welkom bij de vierde editie van Dirk's Diary. We zijn op dit moment, de 20e, zijn we aangekomen in de Linde. Waar Dirk en Joeri zometeen hun bedrag gaan bekendmaken. Wat zij met de inzamelingsactie van de polsbandjes van Kanjers met Lef hebben opgehaald. We gaan eventjes naar achter om te kijken waar dat ze zitten. Zo te zien zitten de jongens er klaar voor. En we gaan ze dus eventjes vragen of dat ze al iets kunnen verklappen. Jongens, ja. Zijn jullie een beetje spannend? Hebben jullie een beetje goede spanning in jullie? Ja. Weten jullie al wat jullie opgehaald hebben? Nee. Nog niet? Ja, nee, ongeveer. Ongeveer wel. Okay. En jullie kunnen natuurlijk nog niks verklappen, of wel? Nee. Moeten we echt wachten tot zometeen? Ja. Dan hebben we nog heel eventjes geduld nodig. Maar het is veel, of niet? Even. Toch? Het is echt veel, of niet? Nou, ik ben benieuwd. Ik spreek jullie zometeen. Ja. Nou, dames en heren, jongens en meisjes, hartstikke leuk dat jullie allemaal aanwezig zijn. En ja, het verbaast mij toch wel hoeveel mensen er op af zijn gekomen vanmiddag. In ieder geval hartstikke bedankt voor jullie massale opkomst. En we zijn allemaal hier om deze twee helden, om het zomaar te zeggen, te laten zien wat ze hebben gedaan. En ja, ze hebben ontzettend hun best gedaan de afgelopen 3 weken. Om de polsbandjes te verkopen, de kanjers met lefbandjes, daar is die. En ja, de verkoop is echt waanzinnig goed gelukt. Het begon allemaal met een simpel ideetje van individu Dirk en individu Joeri. Maar het liep binnen enkele dagen eigenlijk al vrij snel helemaal uit de klauwen. En nou ja, toen kwam Dirk eigenlijk naar mij en Dirk vroeg, ja, zullen we er iets mee gaan doen? Ik zei, ja, dat is goed, we gaan er iets mee doen. Nou, dat was maandag. Toen dinsdag gingen we een stukje schrijven, hè Dirk? Het slechtste stukje ooit. Zeg ik nog eens? Het slechtste stukje ooit. Nou, het slechtste stukje ooit. Dat was dinsdag en woensdag brak de hel helemaal los. De telefoon stond rood gloeiend en we hadden 2500 bandjes op voorraad, maar al snel bleken die niet genoeg. Ik geloof al binnen 5 minuten. Dus dan hebben we heel snel maar gezorgd dat we bij het VOKK zo'n 9500 bandjes extra bijbesteld hebben. En nou ja, Dirk kwam ondertussen in contact met Joeri, die dus ook het idee had om de polsbandjes te gaan verkopen. En die zijn eigenlijk per puur toeval bij elkaar uitgekomen. En nou, een supermooi gegeven natuurlijk dat deze twee kanjers met z'n tweeën deze actie zijn begonnen. En ja, ik kan eigenlijk niet wachten om, om ze het bedrag in te laten vullen op deze check. Deze koffer, daar zit een bedrag in. Maar we weten niet hoeveel. Dus, ik stel voor dat we deze twee kanjes cijfer voor cijfer in laten vullen het bedrag wat er in deze koffer zit. Wie wil er beginnen? Joeri, wil jij beginnen? Nou, kom maar hierheen, jongen. Hier heb je stift. Begin maar aan deze kant. Begin maar hier. Kijk. Wat is dat? Dat is een 3, toch? We hebben een 3. Dirk. Niet verklappen, jongens. Hou de spanning erin. Nou, we hebben in totaal 73 cent. Jongens, dat hebben jullie echt goed gedaan. Toch? Ja, dat is een grootste waard, hoor. Nog een keer. Het eerste cijfer voor de komma. Wat gaat dat worden? Een 7. En het tweede cijfer voor de komma. Wat gaat het worden?
€97,73. Nou, dat is toch best netjes, toch? Ja, dat mag ik zeggen. En een nul. Nou, dat wordt een beetje lastig. Maar goed, we blijven op €79. Een 2. Nou, dan zitten we op €2.097,73. Dat is toch aardig? Komt er nog eentje bij, Joeri? Ja. Een 2. Zo, hé. Hey. Dus dan komt het totaalbedrag van €22.097,73. Ik geloof dat dit het grootste bedrag dat ooit opgehaald is voor het VOKK. En ik wil graag iemand van het VOKK naar voren roepen. Marinka, waar ben je? Hoi, Marinka. Jij ook bedankt. En nu de eer aan Joeri en Dirk om de koffer met het geld. Ja, hij is zwaar, hè? Zit hij echt zit het geld aan? Ja. Kom ik niet meer op die film? Het wordt een heel leuk reisje, dames en heren. Ja, ik wil niet weten, zal ik hem zo vastpakken? Je moet even terugkomen. Nee, wacht. Naast mij zit Marinka van de VOKK en ze heeft zojuist een bedrag van €22.097,73 overhandigd gekregen van Dirk en Joeri, die in Groesbeek en heel omstreken de actie, de polsbandjesactie, hebben gehouden. De afgelopen 3 weken hebben zij nou meer dan 10.000 polsbandjes verkocht en ze hebben daarmee een echt waanzinnig bedrag opgehaald voor de VOKK. En Marinka, wat betekent het voor jullie? Even los van het bedrag, maar jij houdt hem natuurlijk vast. Los van het bedrag dat het echt geweldig is. En dat betekent voor ons heel veel, want wij kunnen met dat bedrag ook heel erg veel dingen doen. En nieuwe projecten of projecten door laten lopen. Dus dat is dat. Het gaat eigenlijk vrijwel gelijk weer terug naar het gezin ook. Maar even los van het bedrag vind ik het ook fantastisch dat twee jongens elkaar hier door deze actie gevonden hebben. En steun hebben aan elkaar. En daar staat namelijk veel VOKK heel erg voor verbintenis en verbonden zijn. En samen voor beter. En dat is dus precies het goede voorbeeld wat zij doen. En dat vind ik eigenlijk misschien nog bijna wel mooier dan dat bedrag. Dat die jongens gewoon elkaar hierin gevonden hebben en samen deze actie zijn gestart. En dus een fantastisch bedrag hebben opgehaald hiermee. Ja, dat is natuurlijk een geweldig initiatief van de twee jongens. En met dit bedrag, wat zouden jullie hiermee bijvoorbeeld kunnen doen? Dit gaat natuurlijk naar de VOKK. Er worden ook heel veel acties voor de Kanjaketting gedaan. Maar het is ook wel heel fijn dat dit bedrag naar de VOKK toe gaat. Ja, wij geven heel veel informatie aan de gezinnen. Bijvoorbeeld in de vorm van een dagboekagenda of chemokasperboekjes die wij maken. Folders voor de gezinnen. Maar we hebben ook activiteiten die we uitzetten voor de gezinnen. Mentorprogramma, koesterkind, et cetera. En daar gaat dat eigenlijk naartoe. En ook om het te kunnen organiseren natuurlijk, maar ook om de boekjes te kunnen drukken. Om straks het Prinses Maxima Centrum zo te laten zijn dat het voor de gezinnen echt ideaal is. En voor de kinderen het meest ideale ziekenhuis wat je maar kan bedenken is. En dat is wat we met dat bedrag gaan doen. Als je iets tegen Joeri en Dirk nu op dit moment zou moeten zeggen, wat zal dat dan zijn? Ten eerste natuurlijk echt enorm bedankt dat ze dit voor elkaar hebben gekregen om het bedrag zo op te halen. Heel veel sterkte ook toegewenst met hun behandeling. En ik hoop dat jullie vriendschap gewoon ook echt voor eeuwig blijft bestaan. En misschien niet fysiek, maar wel, ik denk dat dit... dit ga je ook voor de rest van je leven gaan ze dit ook niet vergeten. En dat vind ik heel mooi. Ja, heel erg bedankt. En dat is ook voor ons als VOKK heel mooi om te zien, hoor. Dus ja, ik denk dat het voor hun waardevol is, maar het is voor ons ook waardevol. Dankjewel, Marinka. Graag gedaan. En jij heel erg bedankt ook dat je dit ook mogelijk hebt gemaakt. Dus. Graag gedaan.
Allereerst een hartelijk welkom alle hoogheden hier aan tafel met hun gevolgen. Welkom in het Keulen van Gelderland. Of moet ik zeggen, welkom in het Keulen van Gelderland, gemeente Duvelshemmel. Ik sta hier in een nieuwe rol, dit jaar als ceremoniemeester, niet als voorzitter van het SOC. Vandaar dat ik mijn kleding er ook op aangepast heb. Mijn bestand deed al toevallig 22 jaar, dus ik dacht ik doe mijn pakje maar vast af. Ja, sleuteloverdracht, nieuwe stijl. Hier staan we dan met z'n allen van de gemeente Groesbeek, van dit jaar dan in ieder geval nog. Hoe is deze sleuteloverdracht tot stand gekomen? Het is eigenlijk een hele goede samenwerking gekomen met de gemeente Groesbeek en het hele HOOP. Er zijn een paar vergaderingen aan vooraf gegaan, ook eentje met alle prinsen erbij om toch deze dag in elkaar te zetten. Want het is voor iedereen toch anders dan dat ze gewend waren. En ook de sleuteloverdracht zelf zal een heel ander karakter hebben als dat iedereen voorheen gewend was. Maar ook daar zullen we links en rechts nog wel in bijschaven de aankomende jaren. Maar ik denk dat we een leuk programma in elkaar hebben gezet om hier met z'n allen iets leuks van te maken. Nou wens ik jullie allemaal een heel prettige carnaval. En dan gaan we nu met het officiële gedeelte beginnen. En dan geef ik het woord aan onze burgemeester. Wat een overweldigende aantal bezoekers hier. Ik ben benieuwd wanneer dit record wordt verbeterd als de gemeenteraad vergadert. Maar ik weet niet of het straks zover zal komen hoor. Dus, Geachte hoogheden, beste carnavalisten en overige dames en heren. Wat een mooi gezelschap als ik echt hier om me heen kijk. En ik moet zeggen, de nieuwe gemeente heeft ons toch wel mooi veel meer carnavalsverenigingen, meer prinsen, meer prinsessen en vooral veel meer hofdames gebracht. Dus prima. En natuurlijk is het prachtig dat dat mensen zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat ook jullie veel meer carnaval in de nieuwe gemeente zullen brengen. En dat kan niet anders met dit gezelschap. En vanavond hebben we dan de sleuteloverdracht. En let wel carnavalisten, het is vandaag de 13e, vrijdag de 13e. En de dag is nog niet voorbij, maar ik moet zeggen, tot nu toe ging het bij mij nog heel erg goed. Ik hoop dat het bij jullie ook nog goed gaat. Maar laten we er met z'n allen voor zorgen dat we ook een echt mooi carnaval beleven. Want dat is toch ons jaarlijkse hoogtepunt in deze nieuwe gemeente. Dus hartelijk welkom aan de prinsen en prinsessen en hun gevolg. Max ten eerste van de Berggeiten uit de Duvelshemmel. Prins Nout de Stoute van de Cavalieren uit de Heksenketel. Prins Chris de Eerste of de Kale Kletser. Daar moet ik even kijken wat dat nou precies is. Van de Doorzakkers. En ik moet eerlijk zeggen, uit de Ooi. Ik heb nergens kunnen vinden dat de Ooi een carnavalsnaam heeft. Is dat gewoon Deurzakkersdorp? Nou, jullie zijn de Duurzakkers, maar Ooi heet? Pustendorp. Nou, dat is dus nieuw voor mij. Moet eens kijken dat ik dat na anderhalve maand nog niet weet. Excuses. Welkom ook aan Prins Stijn de Poetser van de sokkennummers uit Leutergat. En Leutergat schrijf je zonder H, hè? Tussen haakjes. Waarom dat het is, moet u straks maar even uitleggen. Prins Manon van de Polderschuipers uit het Sjoenkelgat. Prins Walder, de steengoeie van de Duurdouwers uit Boemelgat. Die kent ze niet, hè, Boemelgat. En uiteindelijk prins Harriet van Net Echt uit het Keulen van Gelderland. En last but not least, prins Umeni, de 55ste
Harm van de Feestneus, ook uit het Keulen van Gelderland. En natuurlijk het SOC. Hela ho, welkom. Fanfare jubilati deum, welkom. En natuurlijk u allemaal, dames en heren. Hebben nog één opmerking over prins Ummen. Hij zingt in een lied, er wordt gepaard in de gang. Tja, daar ga ik dus niet verder op in. Maar dan heeft hij het over buurvrouw Jansen. Carnavalisten, weten jullie wel hoeveel buurvrouwen Jansen er in Groesbeek wonen? 400! 400! En daar heb ik afgelopen weken zo'n 11 dames op spreekuur gehad. En die echt bij hoog en laag beweerden dat zij niet de bewuste buurvrouw waren. Maar dat waren voor mij dus helemaal geen gemakkelijke gesprekken, kan ik verzekeren. Nou, met dank aan prins Ummen hoor. Hoog. Nou, dat is wel een beetje te veel wat goed, hè? Hoogheden, beste carnavalisten, overige dames en heren, genoeg gekletst. Ik ga nu tot het uitreiken van de 8 sleutels die u de echte macht zullen geven. Carnavalisten, dank dat jullie zo netjes aan mij hebben willen luisteren. Dankjewel. Dankjewel. Jij ook. Houd hem goed in de gaten. Houd hem goed in de gaten. Nee. Ja. Nee, ik was vast. Dit is een mooie sleutel. Die... Heel mooi. Dankjewel. Houd goed in de gaten daar een beek, hè? Ik zal heel graag zeggen. Ja. En jullie houden hem in de gaten. Ja, zeker. Okay. Hey, dankjewel, hè. Zorg er even goed voor en hou de stoel in de gaten. Dan houden jullie die stouten in de gaten. Dat is straks niet al de stouten. Ja, dat is een hele stoel. Maar Kees, dat is toch een beste balen. Kijk eens hier. Ja, maar de rest had betaald. Ja, hou hem in de gaten, dat hij niet te gekke dingen met je stoot. Welkom. Kekerdom bedoel ik. Helemaal goed. Mooie sleutel voor jou. Zorg dat je de macht goed gebruikt. En zorg dat je goed op talent hebt. Ja. We hebben steeds meer prinsessen nodig. Ja. Zo'n balkaf, maar toch onderscheid op mijn hart. Ja, balkaf, ja, weet je wat het is? Ja. Dat zijn de oude sleutels. Oké. Dus, dat moeten wij niet zeggen. Ja, dankjewel. Heel goed, nou, dankjewel. Ja, dankjewel. En houd hem goed in de gaten. Zie je de oude sleutels? Ook voor jou. Thank you.
Nou, dames en heren, hij heeft de grootste mond, dus hij krijgt ook de grootste sleutel. Dus, maar wat hebben we gedaan? Gewoon de oude sleutels, geen nieuwe maken, want de gemeente kan dat allemaal niet betalen. Ja. Oh, dankjewel. Is hij zwaar? Dat komt op. Hè? Ja, dat komt op. Komt helemaal goed. Ja. Ja, dames en heren, nu ik de macht heb weggegeven, rest mij nog één ding en is eigenlijk deze keten afdoen. En ja, na de carnaval zal ik er weer omdoen, want zoals ik heb gezegd, de ernst is met carnaval een beetje weg. De macht ligt bij de 8 prinsen en prinsessen en deze stop ik in mijn zak. Bedankt! Make the shelter, saving in your heart.
Het is voorbij. De carnaval is voorbij. Lucie, Karin, Tijn, hartstikke bedankt dat jullie mij dit feest gegeven hebben in de afgelopen maanden, waar ik bijna niet thuis geweest ben in de weekenden. Ria, bedankt dat je met president René geleend hebt. Niske, Paco, met... bedankt. Want dat is wel heel erg belangrijk, dat we alle tijd krijgen om met elkaar hier het carnavalsfeest te geven. Isabel! Sammy zegt Isabel. Isabel en Jurgen, die hebben zo verschrikkelijk veel gedaan voor de jeugdauto, wagen, carnavalswagen. Ongelooflijk veel. Waar ik de zaak heb om nog maar te vragen van hoe is het gegaan, hebben Jurgen en Isabel heen en weer gereden om spullen te regelen, om het allemaal voor elkaar te maken, om de wagen voor de jeugdkabinet voor elkaar te krijgen. Het was echt een eer om met jullie te werken en te feesten. Het was echt fantastisch. En ik baal als een stekker. Prins Nautenstouten, zou je de hits willen laten zakken samen met Tijn van de Hekkenketel in deze plichtpleging? Met verf uit de boeren. Van deze heks. Ik zou onze senatoren willen verzoeken om de steken af te nemen en de kruisen te draaien. Nee, niet de steken. Dat betekent zo. Ik wil de adjudanten verzoeken om hun steken bij mij in te leveren. Dankjewel. En dan komen we nu aan het einde van het prachtige jaar van Prins Nautenstouten. Op een prachtig carnaval, want het jaar gaat nog een eventjes door. Beste Prins Nautenstouten, ik neem graag van je in de ontvangst je scepter. Hey. Dat was een kratje. Zo, snel verdiend. Ik neem wel zomaar af. Ik neem ook graag van je in ontvangst je steek. Aan de veer. Oh. Oh.
En we hebben bij een officieel besluit, hebben wij besloten, omdat je er toch zo'n puin op van gemaakt hebt van die veren. Nu ex-prins van de heksenketel met je prachtige zoon Tijn en zijn paasjes. Het was een fantastisch jaar. Beste mensen uit de heksenketel, beste mensen uit de duvelshemel. Yo! Het was fantastisch om samen met jullie dit mooie jaar, dit mooie seizoen door te maken. Ik wens jullie straks allemaal een fantastische nacht en morgen. Dan gaan we gewoon het as cruciale. Beste Wegenezen, het was fantastisch. Dankjewel. Thank you.
Van ons land en moed.
stam. Pasbergen, bessens, de geur van Riefkuuk, dat zal met de naam niet vergaan. Daar bij het wald voel ik me thuis, het Guuske, de Mulle, de Boom. En dan dank voor uw aandacht bij Omroep Groesbeek TV. U kunt nu nog kijken naar de weekagenda en deze uitzending kunt u terugzien vanavond om 10 uur. Wilt u woensdag kijken, dan kan dat om 9 uur 's ochtends en om 10 uur 's avonds. En zaterdag om 8 uur 's avonds en om 10 uur 's avonds. Dank u wel.